Ik ben Maartje Kool en ik studeer vaktherapie op de HAN. En dit bestaat uit 4 differentiaties en ik studeer beeldende therapie. En vandaag neem ik jullie een dagje mee. Vandaag hebben we medium en methodiek. En bij medium ga je echt de vaardigheden leren van het beeldend werken. En bij de methodiek ga je leren om sessies te bedenken en het ook uit te spelen. Waarin jouw klasgenoten en jij de therapeut gaan spelen en cliënten gaan spelen. En hierin ga je dus ook echt het beeldend in toepassen. En dit wordt getoetst met acteurs die dan jouw cliënten spelen. En dan gaan ze kijken hoe jij bent als therapeut. Je krijgt ook beeldende vakken waarin je bijvoorbeeld gaat hout bewerken en boetseren. En we krijgen ook hoorcolleges over bepaalde ziektebeelden die we bespreken in de opleiding. Ik heb voor de opleiding beeldend therapie gekozen omdat ik, voordat ik aan deze opleiding al begon, bezig was met schilderen. En ik vind het leuk om mensen te helpen. En deze combinatie die de opleiding biedt, vind ik echt heel leuk. Het leukste project dat we hebben bij beeldend therapie vind ik de textielweek en gipsweek. Bij de textielweek ga je eerst proefjes maken met textiel en daarop ga je verder werken om iets groters te maken met textiel. En met de gipsweek ga je ook experimenteren met gips en hiermee kun je je lichaamsdeel gaan ingipsen. En ga je ook in een groepje samenwerken. Wij hebben bijvoorbeeld oude materialen op elkaar gestapeld en daar zijn we met gips overheen gegaan. En het is uiteindelijk een heel abstract project geworden. Ik heb voor de HAN gekozen omdat er een prettige sfeer hangt en het is een hele persoonlijke opleiding. En we hebben ook hele ruime lokalen en dit biedt de mogelijkheid om ook beeldend te werken. Naast mijn studie vind ik het altijd heel leuk om met vriendinnen af te spreken en samen te eten en dan ook samen te koken. En ik basketbal ook nog naast mijn studie en dat vind ik ook wel heel leuk om te doen.